De leerlingen van de GISO uit Machelen, die hoef je over auto's niks meer wijs te maken. Ze hebben zomaar eventjes een stuk oud ijzer, zoals ze dat zeggen, omgebouwd tot een blinkende bak om fier op te zijn. Vroomtuigen kreeg daar lucht van en we zijn die school eens gaan opzoeken. Meneer Godard, jij bent dus de leraar en ook de leider van het project. Om welke wagen gaat het hier nu precies? Wel, het gaat om een Excelsior die lang geleden natuurlijk, in de jaren 10 tot 20, hier in België gebouwd is. En meer bepaald in Zaventem. Dus daar stond de fabriek. En het is niet alleen zomaar een wagen, want die was best vergelijkbaar met FN. En zelf, hij werd in die tijd de Rolls-Royce van België genoemd. Wat is daar nu al allemaal aan gebeurd? Ja, de carrosserie is gemaakt met de eigen hand. De motor is van een Triumph. Die is compleet gereviseerd. De wielen, die komen uit die tijd. Die hebben we gevonden op een oldtimerbeurs. De lichten, die komen ook van een oldtimerbeurs. Wat zal nu met deze wagen gebeuren? Wel, waarschijnlijk zal die tentoongesteld worden op de gemeente, op het gemeentehuis. En eventueel gebruikt worden om feestelijkheden op te fleuren. En eventueel ook om trouwers mooie foto's te laten nemen op de gemeente. Dus ik denk dat in die lijn ligt. Ben je van plan om dat ooit nog eens te herhalen met leerlingen? Ja, ja, zeker en vast. Volgend jaar beginnen we aan het tweede project. Baby, don't understand. Why we can't just hold on to each other's hands. This time might be the last I fear, unless I make it all too clear. I need you so. Heb je nu zelf ook een auto gerestaureerd, omgebouwd of veranderd? Het hoeft niet per se een auto te zijn. Het mag ook een ander vervoermiddel zijn, zolang het maar Vroom zegt. Maak er dan een foto van en stuur die op, samen met wat uitleg, naar Vroomtuigen, postbus 400 1800 in Vilvoorde.